boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillen. Yo, boys and girls. En welkom bij alweer een nieuwe video op dit kanaal. Ik ben je boy Alte Dillen. En vandaag, zoals jullie weten, heb ik jarenlang, heb ik 8 jaar misschien, de speaker gehad die ik in de kruidvat gekocht heb. Dat was dus de iDance Blaster. Maar die is spijtig genoeg kapot gegaan na 8 jaar. Ik heb een mooie, ik kan hem nog eens bijhalen. Dus deze speaker is na 8 jaar helemaal kapot gegaan. Dus ja, mooie tijd mee gehad. Ja, maar nu, om nu verder te gaan. Ik ben daar juist naar de Action gegaan. Naar het werk. En ik heb deze speaker gekocht. De Roseland RS500. Active speaker, sound active speaker. En ik ga die samen met jullie unboxen. Ja, zoals ik altijd doe, een unboxing maken hè, van dingen. En dan ja, gaan we zien hoe dat die... Oké, zou nu omhoog moeten komen? Ja. Dus, hier zit het nog helemaal vastgetaped, like what the fuck. Of gewoon kapot trekken, denk ik. Ja, gewoon kapot trekken, jongen. Oké, wat zie ik als eerste? Ik ga eventjes de doos aan jullie laten zien. Wat zie ik hier als eerste? Ik ga eerst het kleine doosje eruit halen, als dat lukt. Nee, ik moet eerst de speaker eruit halen. What the fuck, joh. Dit is al in papier ingepakt. Oh joh, ik ga die eventjes van de grond op de grond uithalen. Oké, boys and girls, dit is de speaker. Is redelijk licht. Wat zit er allemaal in? Je kunt dan weer USB. Allee, een USB-poortje zit daarin. Een aux in. Je kunt daar een kaartje, zo'n micro SD-kaartje, mic in. Daarom heb ik hier de dingen van mijn draadloze mic gepakt. We hebben hier nog USB-C. Dus je kunt die opladen met USB-C. Dus hier is het papier wat die in zat. En oké. Nu heb ik hier nog een doosje. Wat daarin zit, dat weet ik niet. Hier zit de microfoon, maar die gaan we dus niet gebruiken, omdat we de draadloze microfoon van Roseland hebben. Dan weer nog de USB-C, USB-A naar de USB-C kabel. Heel handig voor op te laden. En nog een kleine audio jack, kleine AUX, kleine, ja, hoe moet je dat zeggen? Een AUX en, ja, deze gaan we niet gebruiken, maar we gaan de Roseland draadloze koptelefoon, draadloze. Power on. Oké. Bluetooth mode. Nu staat dit dus aan en is hij aan het zoeken naar de Bluetooth. Oké. Ik ga dus mijn Bluetooth instellingen op mijn gsm openen. Roseland RS500, hier staat hij. En we gaan die verbinden ze. Bluetooth connected. Bluetooth. Power on. Bluetooth mode. Bluetooth connected. Amai, om laag niveau is die ook al heel laag, maar we gaan eerst dus de microfoon dingen testen. Mic check 1-2. Mic check 1-2. Oké, de mic werkt.
Okay. Mic check 1, 2. Mic check 1, 2. Echo werkt ook goed. Dus ja, let's fucking go. Okay, de mic werkt dus ook. Is heel goed, want dan kunnen we die gebruiken voor de live sets op TikTok en zo. Maar nu gaan we dus eerst ook de muziek testen. En dat gaan we doen bij NCS of Streambeats. We gaan eerst Streambeats doen. Streambeats. Streambeats by Harris Heller. We gaan Streambeats EDM gebruiken. Klinkt wel goed, hoe dat ik het vind klinken is wel goed. Dus ja. Ik kan me zo volledig open. Volledig open moet je miszetten. Want daar is er misschien wel iets te dingen voor. Maar aangezien dat je mijn microfoon kunt gebruiken, dus ik ga nog eens de microfoon aanzetten. Yo, 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 yay. Werkt dus heel goed. Zoom. Zoom, zoom. Zoom. Werkt dus heel goed. Wat ik er al heel wat van had verwacht. Dus ja. Kom gerust eens checken op mijn TikTok kanaal. Ik ga wel eens zeggen wanneer ik live ben. Ik denk dat ik al live ben geweest dan. Dus ja, let's fucking go. Zo. Ik zie jullie graag terug in de volgende video. Bye bye.